In deze serie maken wij fotografie, videografie en editen begrijpbaar. Dit is Tide Dorials. Door de opkomst van sociale media hebben filmmakers er een extra challenge bij gekregen. Plaats jij een video op Instagram of TikTok? Dan exporteer je in een ander formaat dan dat je misschien gewend bent. In deze video maak je kennis met alle aspect ratio's. En laten we zien hoe je met presets nog sneller jouw video's kunt klaarzetten voor social media. Welke aspect ratio's moet ik kennen? We beginnen met de basis. Een liggende video. Dat is bijna altijd 16:9. Dit formaat zie je vaak op tv's, maar ook op YouTube. Op TikTok en Instagram gelden weer andere regels. Om het maximale uit jouw telefoonscherm te halen, worden verticale video's aanbevolen. Dus maak je een story, een reel of een TikTok video, dan is dit 9:16. Een Instagram post is meestal 4:5 of 1:1. Leer deze verhoudingen te gebruiken, want jouw klanten die zullen hier nog vaak om gaan vragen. En om het makkelijk te maken, hebben wij voor jou een overzicht gemaakt die je gratis kunt downloaden in de beschrijving. Dan gaan we je nu laten zien hoe je in 3 stappen jouw video's klaarmaakt voor social media. Stap 1. Sequence preset aanmaken. Deze stap hoef je eigenlijk maar 1 keer te doen. En daarna heb je er voor altijd profijt van. Een sequence preset aanmaken in Premiere Pro is heel simpel. Via dit icoontje klik je op Sequence. Binnen dit venster ga je naar Settings en zet je de Editing Mode op Custom. Wij exporteren altijd in 25 frames per seconde, dus dat staat goed. Dan komen we bij de settings die het formaat van je sequence bepalen. En dit is dus ook de plek waar je jouw aspect ratio bepaalt. We zullen er even eentje voor doen. En de rest kun je naderhand zelf doen met het document in de beschrijving. Oké, een sequence voor Instagram Reels en TikTok. Dat is dus 9:16. Verander 1920 in 1080 en 1080 in 1920. En wat je nu ziet is dat de verhouding geswitcht is van 16:9 naar 9:16. Dat is dus goed. Pixel aspect ratio zet je op square pixels en de rest staat al goed. Voordat je op enter klikt, moet je de presets nog even opslaan. Klik op save preset, geef je preset een leuke naam en klik op oké. Als je nu een sequence aanmaakt, dan staat jouw vers gemaakte preset bij custom. Het enige wat je nu nog hoeft te doen is jouw sequence een naam geven en je kan beginnen. Stap 2. Je clips opnieuw framen. Wij maken eerst altijd een liggende video in 16:9. En dan pas gaan we aan de slag met de exports voor social media. We slepen ons hele project in de nieuwe sequence en lopen iedere clip na om te kijken of dat de framing nog klopt. Je wil niet ineens een shot waarbij je onderwerp uit beeld is in je export hebben zitten. Stap 2 is dus een hele belangrijke stap. Ben je tevreden met de edit voor social media? Dan gaan we de video exporteren. Stap 3. Export presets aanmaken. Om het proces te versnellen hebben wij een aantal export presets aangemaakt voor ieder platform, gesorteerd op de verschillende aspect ratio's. Ja, zowel in Full HD als 4K. We zullen er wederom eentje voordoen en de rest kun je oppakken aan de hand van de PDF in de beschrijving. Je gaat naar File, Export en klikt op Media om het exportvenster te openen. Wij exporteren in H264 en gebruiken meestal de 4K Vimeo preset. Ja, je ziet gelijk dat daardoor de verhouding niet meer klopt. Maar dat gaan we nu aanpassen. Bij Basic Video Settings klik je op Match Source, zodat jouw video weer in de goede aspect ratio wordt geëxporteerd. Dan scroll je naar beneden en klik je op Render at Maximum Depth. Vervolgens scroll je nog verder naar beneden om de bitrate op VBR 2Pass te zetten. En als laatste klik je op Use Maximum Render Quality en Use Previews. Nu je video klaar is voor de export, gaan we even een preset aanmaken van al deze settings. Klik op Save Preset en geef je preset een herkenbare naam, zodat je deze makkelijk terug kan vinden. Dat was hem. Klaar om te exporteren. Conclusie. Video's exporteren voor social media is dus niet zo taai als je denkt. Als jij de aspect ratio's begrijpt en deze presets 1 keer aanmaakt, dan kan jij binnen no time jouw liggende video's omtoveren tot social media bangers. Het document in de beschrijving gaat jou hierbij helpen en is gratis te downloaden. Heel erg bedankt voor het kijken naar de 2e aflevering van Tide Tutorials. Wij zijn er volgende week weer. Tot dan!